Strijkgenoten, welkom bij Altena Draai Door. Dit is het vervolg op de Vogelkijkhut op het droomland van Mewis Millenaar in Dussen. Ik praat in deze zevendelige serie met kunstenaar en wereldfietser Rinus Verhoeven, de bioboeren Christian van Winde en Saskia Kemmeren van de Bloemplanthoeve, Herman en Mieke van den Heuvel van de kaasboerderij Ginderen, Arjens van Gammeren van Quasar Holland Giessen, Ewout van Wijk Giessen, wethouder Sjaasjai Karim van de gemeente Altena en Kees van Wendel de Joden en Marco van Driel van TMS Werkendam. Te gast nu in Altena Draait Door de heren Kees van Wendel de Joden en Marco van Driel van TMS Werkendam. Welkom. Dank Kees, hoe spreek je dat nou eigenlijk uit? TMS. TMS. Ja, maar de volledige naam? Technical and Maritime Services. Ja, je bent gelijk internationaal gewoon. Je denkt van nou, klopt. Geen Werkendamse naam. Nee. Internationaal moet het worden. Ja. Ja? Ja, klopt. Technical Maritime Services. Ja. Dat is de naam van TMS. Afgekort TMS. Ja, TMS. Oké. Okay. Ooit eens een keer hebben jullie mij verteld, toen ik eens een keer op bezoek was bij jullie, dat jullie in 94 officieel zijn begonnen. Klopt, ja. En hoe is dat toen zo ontstaan? Hoe kennen jullie elkaar? Nou, waar we nu zitten, aan de Merwede, daar hebben we elkaar ooit ontmoet. Met windsurfen. Oh, toen kon je daar nog windsurfen? Toen kon je daar nog windsurfen, ja. Ik denk ergens in 82 of zo. Ja. En in 84 kwamen we, zonder dat we dat van elkaar wisten, kwamen bij elkaar in de klas. Oh. De HTS. Want jij bent een Werkendammer? Of Sleewijk. Sleewijk, jij bent een Werkendammer. Michael, jij bent een Werkendammer. Dat klopt. Ja, goh. Hoe is die combinatie van? Geweldige combinatie, denk ik, of niet? Sleewijk en Werkendam? Ja. Ja, fantastisch. Het ligt elkaar goed. Ja. Duidelijk, direct. Ja, precies. Harde werkers. Ja. 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 Oh, dus jullie waren aan het windsurfen daar, waar nu de Beatrixhaven is. Er was een strandje nog. Ja. En dan waren jullie aan het windsurfen. Toen kwamen jullie elkaar tegen. Ja. Ja. Of die... Ja, precies zo is het gegaan, ja. 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 En toen we de HTS afgerond hadden, toen wilden we eigenlijk al een eigen bedrijf starten. Maar ja, we hadden niks, we hadden geen geld, we hadden geen ervaring. Toen zijn we toch eerst maar in het bedrijfsleven gaan werken. Ja. Maar jullie hebben de HTS Dordrecht gevolgd. Ja, dat was toen een topopleiding in Nederland. Ja, stond goed bekend. De HTS van Nederland was het. Ja. Ja. Dat hadden jullie samen in de klas? Ja, klopt. En toen is er een idee ontstaan voor het bedrijf of zo? Nou, er is in ieder geval een serieuze vriendschap ontstaan. En die is er nog steeds. Marco is mijn beste vriend. Ja? En compagnon sinds dan een flink aantal jaren. En dat idee ontstond wel tijdens de studie. Maar wat Marco al zegt, niet gelijk begonnen toen de studie afgerond had. Zijn eerste... Hebben jullie zelf de studie gevolgd? Of, ja, bij elkaar in de klas. Werktuigbouw of zo? Ja. Denk ik? Ja, klopt. Klopt. Ja. Ja. Oké, wat vind je zo goed aan Marco? Wat ik zo goed aan hem vind? Ja. Hij moet diep denken. Ja, dan moet ik echt diep nadenken. Ja, heel goed in van niets iets maken. Van wat mensen zeggen van nou, ik heb een probleem. Gelijk in oplossingen gaan denken. En pak een velletje papier en begin dat te schetsen. En vanuit dat schetsje ontstaan er ideeën. En daar is Mark wel goed in. En daar die klant in meenemen. Ja. Ja. Waar vind je ze goed in, Kees? Kees is precies hetzelfde. Wij zijn, op dat gebied zijn we redelijk gelijk aan elkaar. Ja, we zijn allebei creatief en vinden het allebei heel leuk om uit het niets iets te verzinnen. Maar we hebben ook wel weer dingen waar we in afwijken, waar we niet hetzelfde zijn. En daar vullen we elkaar heel goed aan. Ja? Want Kees is iets beter in de commercie. En dan zegt hij tegen mij, zal je niet eens een keer een factuur sturen naar die klant? Ja, dus daar is Kees wel weer wat beter in. En dat heb ik dan ook wel weer nodig. Maar zo vullen we elkaar heel goed aan. Maar je slaat nooit met de vuist op tafel? Nooit. Dat is nog nooit gebeurd. Nee. Zou kunnen natuurlijk, en dat kan ook verhelderend werken, maar dat dat bij jullie niet zo. Jullie voelen elkaar goed aan. Dat gaat heel goed. Nog nooit ruzie gehad. In al die jaren dat we elkaar kennen, dat is bijna 40 jaar denk ik. Ja. Ja, nou, nonsens. Het gaat supergoed. Ja. Dan zijn jullie 94 begonnen. Ik dacht op een zolderkamer in Sleewijk, maar dat bleek dus niet te kloppen, dat is onzin.
Nou, dat zou voor de hand liggend kunnen zijn. Maar ja. Dan moet je kiezen welke zolderkamer pak je dan. Ja. En dat vonden we niet zo'n goed plan. Ook niet professioneel. Dus de gemeente had de mogelijkheid om ons een stuk grond te pachten. En dat hebben we gedaan op het industrieterrein. En daar hebben we een tweedehands afgeschreven portocabin opgezet. En die hebben we met een likje verf wat opgeknapt en daar zijn we in begonnen. Dat is tweemaal het ingenieursbureau. Ja, ja. 94? In 94, ja. Goh, een jongensboek eigenlijk, hè? Als je beseft of weet waar jullie nu mee bezig zijn. Ja, ja. Offshore windoplossingen, hè? Toch? Ja, dan ben je daar een portocabine in Werkendam en die gaat een beetje knutselen. Ja, ja. Dat had ik toen niet kunnen bedenken. Nee. Wat deed je toen precies verwerkt dan? Heel iets anders dan tegenwoordig denk ik. Ja, toen was het echt ingenieurswerk. Dingen ontwerpen en uitrekenen en daar bleef het dan bij. Dan onze klanten, daar leverden we de tekening aan. En die zorgden dan zelf dat het ergens gebouwd werd. Vooral voor de baggerindustrie, zei je. Begon voornamelijk met bagger, ja. Bagger en voor op land funderingsmachines. Daar hebben we ook best wel heel veel in gedaan. Zijmachines, boormachines. Want jij hebt nog bij Damen gewerkt, Damen Shipyard? Ja. Ja, daar ben ik begonnen. Ja, in Gorinchem. Goh. Ja. Nou, maar die vond het wel erg dat je wegging, zeker? Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ja, maar we hebben nog steeds contact mee. Heb je nog steeds contact? Doe je nog steeds dingen voor Damen Shipyards? Damen is een klant van ons. Ja. En Damen is ook een leverancier van ons. Dus aan twee kanten doen we de zaken mee. Ja. Ja. Gorinchem en Haringsveld zit je ook in? In Gorinchem heb ik gewerkt dan een aantal jaren. En later in Rotterdam. Oh. Ook voor Damen nog. Goede leerschool, Damen. Absoluut. Ja. Elke dag kwam hij op bezoek even bij je kijken. Ja. Dat werd er gezegd. Hè? Heel mooi bedrijf. Ja. Mooi bedrijf. Ja, dat vind ik wel. Goede sfeer ook. Ja, absoluut. Ja. 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 En daar hebben we wel dingen van meegepakt in onze eigen bedrijfsvoering. Ja. Van hoe dat we dat zeg maar aangepakt hebben. Ja. En jij, Marco, wat heb jij daar aan de school gedaan eigenlijk? Ik ben eerst bij een detacheringsbureau gaan werken. Dat leek me heel goed, omdat je dan heel snel allerlei bedrijven leert kennen. Omdat je steeds overal maar een paar maanden zit. En toen ben ik uiteindelijk bij een kraanbouwer terechtgekomen in Zwijndrecht. En die bouwde ook scheepkranen, onder andere voor baggerschepen. En ja, dat sprak me ook enorm aan. Ook vanwege mijn verleden, zeg maar, bij familie die een aannemersbedrijf hadden. En ja, dat heeft ons ook wel weer ergens gebracht. Want we zijn later zelf ook scheepkranen gaan bouwen. Naast offshore spullen. Ja. En die ervaring die ik toen opgedaan heb, daar heb ik tot de dag van vandaag nog profijt van. Ja. In het begin ben je begonnen in portocabine en dan in Werkendam. Sprong in het diepe of hadden jullie er vertrouwen in? Nou, aan de ene kant een sprong in het diepe. Maar we hadden een klein beetje spaargeld, dat hebben we erin gestopt. En we zijn dat geleidelijk gaan doen. Want eerst is Marco eigenlijk nog met het bedrijf samen opgestart, maar Marco is iets eerder begonnen. Om een beetje te kijken van gaat dit werken. En allebei onze vrouwen werkten ook nog. Dus ja, van 4 salarissen ging hem naar 3 salarissen. Het, we konden dat best lang uithouden. Maar ja, toen nog na een paar maanden toen bleek wel dat we het gewoon eigenlijk al druk gingen krijgen. En heb ik ook mijn baan opgezegd en na een paar maanden zijn we samen gaan werken. Ja. Ja. En toen, 94 dan, je bent aan een heel ander hoofdstuk nu bezig dan toen in 94. En dat is zo gegroeid op een gegeven moment. Ja. Heel geleidelijk aan. We hebben nooit hele grote stappen gemaakt. Nee. Dus, maar op een gegeven moment heb je wel besloten om daar een groot mooi kantoor neer te zetten aan de hoe heet het ook weer, Biesbosavond, BTX op de top. Ja, Biesbosavond, ja. Biesbosavond. De kantoor is van jullie? Ja, ja. Dat is wel een prominente plek. Zeker, dat was echt een lucky dat we daar aan zijn gekomen. Je kon daar grond kopen van? Van de gemeente. Ja. Oh. Ja. Nou, dat was ooit met de bouw van de Beatrixhaven. Lag er een stuk dijk nog op dat perceel. En dat is ooit blijkbaar overgegaan van het Rijk naar de gemeente. Maar dat was bij de gemeente bij niemand bekend. En dan zijn wij eigenlijk bij het kadaster achtergekomen. En toen hebben we van de gemeente die grond kunnen kopen. Dat is wel heel... Het is een heel traject aan vooraf gegaan. Het heeft bijna 2 jaar geduurd of zo voordat we daar uit waren met de gemeente. Maar uiteindelijk hebben we het kunnen kopen. Dat was toen de gemeente Werkendam nog? Ja, klopt. Ja, dat was voor ons natuurlijk een lucky om op zo'n mooie stek een stuk grond te kunnen kopen. Ja, daar hoefde je niet lang over te discussiëren.
Nee, zeker niet. Je dacht van, nou, er zit wel groeipotentie in het bedrijf. We gaan daar iets moois in zetten. Ja, dat dacht ik wel. Maar aan de andere kant, Marco had ook 8 jaar lang vanuit de Porto Cabin tegen een witte loods aan zitten kijken. Dat was ongeveer het uitzicht. Ja, we moeten toch nog een paar jaar werken. Als het dan wat met een mooier uitzicht kan, dan doen we dat graag. Ja, het is een mooi kantoor. Ja. Ja. En een stuk heb je verhuurd, een tijdje? Ja, we hebben eigenlijk wel direct op de groei gebouwd. Dus het was 2 verdiepingen. En we hebben 1 verdieping hebben we verhuurd. Eerst aan 3 bedrijven, toen aan 2 en later aan 1. En toen groeiden we er langzaamaan uit. Dan hebben we nog een verdieping opgezet. Nu groeien de beren uit, dus nu hebben we de huur van de eerste verdieping opgezegd vanaf januari. Ja, goh, groei. Wanneer is die assemblage al? Die hebben jullie daarna pas neergezet hoor. Ja, dus wat Marco net zegt, die grond hebben we van de gemeente kunnen kopen waar ons kantoor op staat. En daar stonden oude loodsen naast, van de Cabro was dat vroeger, een agrifirm. Ja, ja. En dat hebben we kunnen kopen. Gesloopt. En daar hebben we de eerste assemblagesloods kunnen bouwen. Ja, dat is intussen ruim 10 jaar terug. Ja. Indrukwekkend. Ja, daar groeiden we ook weer binnen een paar jaar uit. Waarom zijn jullie nou gegroeid? Waarom? Ja. Ja, een beetje het aard van het werk wat we hadden, bracht het met zich mee dat we wel een bepaalde omvang moeten hebben om dat werk te kunnen doen. Maar ja, het is heel geleidelijk aan. We hebben nooit per se die groeiambitie gehad, maar je hebt die ambitie niet gehad, maar het groeit. Het is wel gebeurd, ja. Ja. Ja, de projecten brengen het ook met zich mee. Want op een gegeven moment heb je iets gedaan, dan zien de klanten, oh, je kan dat, oh, dan kan je dit ook nog wel. En nog een stapje groter, nog een stapje groter. Is het dat? Ja. Nou, dat brengt het wel met zich mee. En we zijn in 2003 of 2004 in de offshore wind terechtgekomen. Omdat we al in de hei- en de borenmachines voor op het land zaten. En toen zijn we dat gaan doen voor stijgers bouwen in India, in zee. En toen ging een klant, die ging windmolens in zee heien. En ja, toen werd alles maar groter en groter. En dat is nog steeds gaande. Het is echt bizar welke vormen dat aanneemt. Ja, bizar. En was in Nederland een windmolenpark in Nederland? Of was het in dat India? Was het eerste project wel, ja. Ja. Maar nu gaan het zijn voornamelijk de Nederlandse en de Belgische aannemers die eigenlijk de wereld domineren. Qua installatie van offshore windparken. En ja, die gaan nu heel ver buiten Europa. Ja. Want het was eerst Nederland, België, Duitsland en Engeland. Daar waren eigenlijk wel, en Denemarken. Daar waren eigenlijk wel de 5 landen waar het gebeurde. Maar nu gaat het naar Taiwan, naar Japan. Amerika gaat nu beginnen. Vietnam willen ze. China is volop bezig. En hoe moet ik dat zien aan het installeren van windparken? Jullie regelen het installeren van windmolens op zee. Klopt dat? Nou, dat klopt niet helemaal. Vertel. Wij ontwikkelen gereedschappen om die funderingen te kunnen plaatsen op zee. Oké. Okay. Dus vaak worden fundaties geheid. Maar voordat die paal geheid kan worden, moet je hem ook vasthouden. Zo'n grijper om die paal vast te houden. Dat zijn dan dingen die wij ontwerpen en bouwen. Palen worden ook vaak drijvend getransporteerd. Dan hoeven ze niet een heel groot schip te hebben, maar dan kunnen ze met een klein sleepbootje kunnen ze die palen transporteren naar zo'n offshore windpark. Om ze te laten drijven, hebben we iets ontwikkeld dat er aan 2 kanten een plug in gaat, dat het waterdicht afgedicht wordt. En dan kan je ze paal met een klein sleepbootje transporteren. Nou, dat soort pluggen, die hebben er al ruim 100 gebouwd voor diverse projecten. Is dat je vernet? Ja, dat geeft onze klanten. Het werkt sowieso. Het werkt niet. Ja, en dat geeft onze klanten een kostenbesparing. Dus, Maar nog even terug. Op een gegeven moment kom je op zo'n offshore terecht, hè, windparken. Jullie hebben natuurlijk een bepaalde naam opgebouwd in Nederland, hè, van technisch handig en zo. Blabla. Maar dan komt de vraag over de windparken. Hoe installeren we die? Is dat toeval of is dat gewoon een kwestie van... Nou, het is niet helemaal toeval. Een Nederlands bedrijf, daar hadden wij was toen de grootste rupsfunderingsmachine ter wereld voor ontwikkeld. En daar zat ook een soort klem aan om die palen vast te houden. En toen gingen ze vervolgens in India een project doen. Daar hadden ze ook gingen ze een stijger van 2,5 kilometer de zee inbouwen, waar enorm veel stroming stond. Dus toen hadden ze ook van die paal klemmen nodig. Dus toen werd het alweer een stapje groter. En daar waren palen van 60 meter lang of zo. En toen gingen ze in de Noordzee windmolenfundaties heien.
En toen ging het opeens naar 4 meter diameter. Zo, oh, jullie hebben dat gedaan voor ons en dat, kun je ook nog groter, 4 meter. Nou, dachten wij, dat moet lukken. Dat moet lukken, dat gaan we doen. En toen het volgende werk werden ze al 4,5 meter en toen 5,5 en toen 6,5. En nu lopen de projecten waar ze gewoon over de 10 meter diameter gaan. 10 meter diameter? Ja, en het wordt nog gekker. Het wordt 12 meter, 14 meter gaat er ook nog aankomen. En hoe hoog worden die windmolens dan? Die worden wel 300, 350 meter. Ja? Worden steeds hoger, ja. Dat zijn alleen de turbines. En dan heb je nog de palen. Palen zijn ook al steeds langer geworden. Die gaan nu al naar 110 meter lang of zo. Die buispalen. Die in zee staan? Dus ja. In zee, ja. Ja, ja, ja. Pas hadden we een project, 109 meter of zo. En denk, jullie hebben allemaal een gereedschap ontwikkeld en die blijken te werken. Die doen het. Ja, die doen het. Ja. Ja, ja. Ja. Bewezen. Ja. Zeker. En zo val je van de ene in de andere orde. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Ja. Je kan gewoon vragen wat je wil. Ja. Of niet? Nou, dat nog. Nee. Of moet je scherpe prijs? Dat sowieso. Een goede oplossing en concurrerend aanbieden. Ja. Goh. Klanten zijn best kritisch. Ja? Ja, die weten zelf heel goed wat iets mag kosten. Oh, toch wel? Ja. En aan welke bedrijven leveren die dan? Dat soort installaties aan de grote Nederlandse en Belgische aannemers. De kwaliteit moet zich bewijzen. Ja, ja. Het is gebleken. Ja. Ja, hoe kijk je nou terug op die periode? Want je zit hier gewoon zo van, wij doen het even, weet je wel. Donsens werken, Dam, Sleewijk. Ja, hoe kijk je nou terug of sta je verder niet meer stil? Je gaat een maandag weer gewoon naar kantoor en denkt van, nou, ja, maar, er moet weer iets in de Baltische Zee, moet er iets geëind worden en zo. En, ja. Maar dat zou maandag wel gebeuren, maar als je erop terugkijkt, dan hebben we in het begin wel echt heel hard gewerkt en voor ons gevoel heel weinig verdiend, want we bleven voor ons gevoel op nul staan, want elke keer moest er weer iets geïnvesteerd worden van een nieuwe computer of een nieuwe plotter of nog weer een portercab in de bij. Dus zeker de eerste 5 jaar, toen hebben we echt heel hard gewerkt en voor ons gevoel hielden we niks over. En toen zijn we op een gegeven moment na 5 jaar ook spullen gaan bouwen. Ja, en toen nam het opeens wel een soort vlucht. Want ja, dan wordt de omzet ook heel veel groter. Ja, als je alleen het ontwerp maakt, ja, dat is maar een klein gedeelte van het geheel. En toen heeft het langzaamaan wel een vlucht genomen. Ja, het verschil met zei je tegen mij, het verschil met ingenieursbureau is dat jullie ook zelf het zelf bouwen. Zelf bouwen. Ja. Ja. En testen. Assembleren, testen tot aan dat het bij dit land is. Dat is niet altijd zo, maar vaak wel. Ja, bijna altijd. Ja. Ja? Ja, echt alleen maar ontwerpen en niets bouwen, dat doen we bijna niet meer. Nee. Het is altijd wel een fase van bouw erbij. Ja, ja, mooi hè. Ik kom er wel eens langs bij jullie dan, weet je wel. Dan zie je allemaal van die felgekleurde, hoe moet ik zeggen, van die Harry Potter dingen liggen daar op de Cabro terrein. Dat is allemaal van jullie. Dan denk ik, wat zou dat dan nog weer zijn, joh? Waar gaat dat dan weer naartoe? Dat klopt. Als je het verhaal er niet bij weet en je ziet die dingen die wij maken, ja, dan kan je het ook bijna niet bedenken wat het moet gaan doen. Je moet er echt het verhaal bij weten en een uitleg hebben om te begrijpen wat die dingen gaan doen. Het werkt nog goed. Het is wel echt super mooi wat er in zo'n klein dorp allemaal kan. Ja? Ja. En daar staan onze klanten ook versteld van. En dat gaat echt van transport met vrachtwagens en diepladers en drijvende bokken, straalbedrijf, hydrauliek, slangen. We kunnen eigenlijk machinefabrieken te over bij ons in de buurt. Ja. Dus ja, we kunnen eigenlijk gewoon heel veel binnen het dorp al realiseren en met toeleveranciers voor elkaar krijgen. Ja, dat is mooi. Eén belletje erin is genoeg. Ja, weet je. Klopt. Ja. De laatste grote order, kun je iets vertellen over de laatste grote order? Nou, een hele grote order van ons in de geschiedenis. Ja. Dat is een installatie om ook weer windturbines te plaatsen in rotsachtige bodem. En dat kan er dus niet geheid worden, maar moet er geboord worden. Daar hebben we een installatie geleverd dat we gaten kunnen boren van bijna 8 meter diameter, 20 meter de rots in. En dan wordt een gat geboord, wordt een paal erin gezet en die wordt eigenlijk met een soort beton wordt die dan vastgezet. En dat, ja, dan praat je over een installatie van 60 meter hoog en 1200 ton. En dat is voor ons wel een spraakmakend project geweest. En waar was dat? In Frankrijk is dat gedaan. Oh. Ja, dat 80 windturbines neergezet. Voor de kust? Ja, een stukje uit de kust. Ja. 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 Nou, dat is een project, heel vaak zitten we in dingen die niet eerder gedaan zijn. Dat Fransen dat niet kunnen, jongen, ze zijn zo chauvinistisch, dat is te weten natuurlijk. Ja, dat is meestal een eigen
landgenoten, maar ze zijn bij jullie terechtgekomen. Ja, via onze Belgische opdrachtgever. DME heeft dat, heeft dat gedaan. Ja. Ja. Maar dat is wel weer heel apart. Ook al is het een Frans project, of een Engels project, of een Duits project. Er is eigenlijk geen project waar geen Nederlanders bij betrokken zijn. Dat is wel heel, heel bijzonder. Want die Nederlanders zitten overal wel ergens in zo'n project. Ja. Want zulke bedrijven als ons, in Nederland zijn er wel een aantal. Maar bijvoorbeeld in België heb je die helemaal niet. Dus dat is toch wel heel apart. Die Belgen komen dan toch weer bij allerlei Nederlandse clubjes zoals ons. Hoe komt het dan? Zijn wij zo slim? We hebben wel een grote mond. Nou. Maar jullie valt toch mee, geloof ik. Hè? Jullie zijn allemaal bescheiden streekgenoten. Ja, dat is zo. Komen we wel graag over inderdaad. Je wil een grote mond. Ja, ja. Zoiets, ja. Toch? Ja. Ik denk dat de nuchterheid wel gewoon een rol speelt. Van, we zijn toch wel aanpakkerig. Hè? We gaan het gewoon aanpakken. En ook als het tegen zit, gaan we gewoon net zo lang door totdat het lukt. Ja. We geven het niet op. Hoe ziet de toekomst er nou uit? Offshore wind is booming. Dus ja, wat ja, daar zullen we nog wat in groeien. Maar we willen er niet alleen van afhankelijk zijn. Nee? Nou, het is goed om. We hebben in de jaren die geweest zijn gezien dat het goed is dat je spreiding hebt. Ja. In verschillende branches. Dus we zullen ervoor waken dat we niet naar 100% afhankelijkheid van de offshore wind gaan. Nee. Maar wat bijvoorbeeld dan? Funderingsmachines. Scheepskranen. Scheepskranen bouwen. Dingen voor de baggerindustrie. Ja, dat hebben we altijd gedaan en dat blijven we doen. Ja, goh. Maar er komt nog een hele markt achteraan, achter die windturbines, want die hebben maar een beperkte levensduur. Ja. Dus die moeten ooit ook allemaal weer opgeruimd worden. Dus nu hebben we alweer een machine ontwikkeld en die hebben we ook in eigen beheer om windturbines die versleten zijn, die op zijn, om die weer te verwijderen. Dus die kunnen we nu onder water, zonder duiker, kunnen we die onder de zeebodem afsnijden, die palen. En dan kunnen we die turbines weer verwijderen. En hebben we afgelopen jaar, dit jaar hebben we een van de oudste parken in Nederland langs de dijk bij net voor Urk daar. Daar hebben ze windturbines, die waren 26 jaar oud. Die moesten dus weg. Daar hebben wij weer met onze installatie die palen onder water afgesneden. Goh, jullie zijn de enige in Nederland die zo'n installatie hebben ontworpen. Ja, voor zover wij weten wel. Ja, klopt. Toch handig. Ja. Ja, vooral dat je een volledige remote kan gebruiken zonder dat er duikers bij moeten zijn. Ja. Heb je op eigen initiatief ontworpen? Of op vraag van? Nou, ooit heeft een klant ons iets gevraagd. Als het zeg maar met het haaien van die palen fout zou gaan, dat wij iets konden bedenken om hem onder water af te knippen, die paal. Maar dat was voor een project van palen van 5,5 meter diameter en 8 centimeter dik staal. En toen hebben wij, dus we kregen eigenlijk de vraag voor een grote schaar als het ware. Maar ja, een grote buis van 5,5 meter, die knip je niet zomaar af. En toen hebben wij dit ding bedacht. En aan die klant voorgelegd van, wij denken aan iets anders. In plaats van knippen, afsnijden. En toen is dat ding eigenlijk ontstaan. We hebben in een recordtijd moeten bouwen. En toen was dat werk klaar en toen... Ja, toen vroegen ze, willen jullie hem niet overnemen? Hebben wij dat ding overgekocht? Ze hebben hem eigenlijk teruggekocht van de klant. En ja, die hebben we een aantal jaren al in ons bezit. En nu hebben we al verschillende projecten mee uitgevoerd. Ja. En dat, daar zien we echt wel toekomst in. Dat er gaan nog veel vaker voorkomen. Dan moet je nog een zo'n apparaat bouwen, toch? Zijn we bezig. Om het ontwikkelen, nog een grotere. Ja. Nog een grotere, de neffen in die lood. Ja, want het is bijvoorbeeld in Taiwan is een... project, daar hebben de Belgische aannemer, ik denk het wel, die heeft een paar palen geheid en daar was de bodem niet heel goed in kaart gebracht. Dus die palen zijn te diep doorgeschoten, die staan 12 meter te diep, dus die moeten er ook uit. En dan krijgen we bijvoorbeeld van, ik denk dat we van 8 kanten aanvragen hebben gehad om die paal af te gaan snijden onder water. Alleen die diameter is alweer groter, dus dan moeten we hem eigenlijk nog weer een keer verbouwen. Goh, jullie zijn knappe jongens. Nou, het onderwater branden is niet nieuw. Duikers doen dat al jaren. Maar ja, wat ik zeg, dan heb je een duiker nodig. En dat willen we liever niet. En onze klanten willen dat liever ook niet. Dus eigenlijk de techniek die duiker gebruikt om dingen onder water te kunnen lassen of branden, die gebruiken wij en dan automatiseren we dat. Dat een soort robot wordt die het zelfstandig kan. Oké. Nou, hiermee wil ik dat gesprek afsluiten met TMS Werkendam, Kees van Wendel Diode en Marco van Driel.
Nou, booming. Werkendam, dankjewel voor jullie uitleg. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Graag gedaan.